Zie het schema. Dit is een stoomleiding en de druk binnen die stoomleiding varieert tussen de 0 en de 3 bar. Onze drukmeter is 3 meter lager gemonteerd. Wat betekent dat concreet? Hier gaat een laagje condensaat staan. Dat condensaat dat vult zich hier in de leiding, zodat het stoom niet rechtstreeks tot bij de drukmeter kan komen. Maar onze drukmeter gaat dus wel een afwijkende waarde geven. Wat weten we? De druk in het proces varieert tussen de 0 en de 3 bar. En we vragen ons af, wat is nu de afwijking van de drukmeter? En dat is dus de afwijking door het hoogteverschil van onze drukmeter. Dat is gelijk aan rho maal g maal h. Stoom, condensaat, dus water, is onze rho 1000. Maal 9,81 meter maal 3 meter lager. En dat levert ons een getal op van 29.430 pascal. Of omgerekend naar bar 0,294,30. Onze minimaaldruk zal dus gelijk zijn aan onze laagste druk van het proces, dat is 0 bar. Maar wel plus de afwijking van onze drukmeter. Dus dat is hier 0 bar plus 0,29430. En dat is dus hetzelfde getal, 294,30 bar. De laagste waarde is ook onze 0. En de laagste waarde is ook onze LR. V, lowest range value, het laagste getal van ons bereik, van onze range. Onze maximale druk zal dus de maximaal voorkomende druk zijn in ons proces, dat is 3 bar, plus de afwijkende druk, omwille van het feit dat de drukmeter 3 meter lager gemonteerd staat, en dat is dus 3 bar plus 0,29430 of 3,29430 bar. En dat is ook gelijk aan onze URV, onze upper range value, het hoogste getal dat we meten binnen onze range, binnen ons bereik. Vraag me nog de span. Span is onze hoogste waarde URV min LRV. Dat is in dit geval 3,29430 min 0,29430. Geen verrassing daar, 3 bar. Dat wisten we al, want ons proces gaat van 0 naar 3 bar.